omschakelen naar Floor Jansen. Want die is in de studio en dat vind ik wel zo leuk. Dag Floor. Ja, hoi. Nou, die komt net binnen, is net geïnstalleerd en alles. Prominent aanwezig ben je vandaag bij mij als mijn gast. Met alle reden natuurlijk, want ja, vandaag de single. Yes. Over 2 dagen het album. Eindelijk. Eindelijk, ja? Voelt het zo? Ja, voelt al zo, ja. Hij is lang klaar. Ja. Hij is lang in de making geweest. Ja, dan wil je het eigenlijk gewoon meteen van de daak schreeuwen. En iedereen laten horen. En nou mag het eindelijk over 2 dagen. Yes. Nou, het album heet Paragon, single My Paragon. Ga ik zo meteen natuurlijk ook draaien. Maar het is niet alleen een album en een single om te vieren, hè? Nee, ik ben druk geweest. Ik maak niet alleen albums dit jaar. Nee, precies. Ik vond het zo leuk, hoor het gisteren overal. Want jij bent in blijde verwachting. Yes. Van kindje nummer 2. Ja. En dat is ja, zeker als je kijkt naar wat je fysiek hebt mee moeten maken het afgelopen jaar. Is kanker bij je vastgesteld en gelukkig ook verdwenen. Ja. Dit is immens om nu, toch? Wat een overgang. Ja. Ja. Je kan ergens op hopen en iedereen die ooit een keer dit geprobeerd heeft om zwanger te worden. Het is geen garantie. En, nee. En als het je dan lukt, zeker ook eigenlijk relatief snel na dit hele proces. Dat had ik helemaal niet verwacht. Ik ben ook niet piepjong meer. Nee. Dus ik had een beetje gelezen wat de kansen waren. En dat het dan gewoon mag op deze manier. En helemaal in goede gezondheid. Dat is gewoon... Wauw, en lekker echt een fantastische bevestiging ook na alles van vorig jaar. Echt, hè? Ja, ik ben gezond. Bam. Bam. En dat wordt hier bewezen. Nou, echt fantastisch. Dat is heel tof. Dat moet wel even inplannen. Dat kan je natuurlijk sowieso niet met kinderen. Maar er zit nogal een releasefeest aan te komen natuurlijk. Want het album gaat natuurlijk gedraaid worden op radio. Maar er wordt ook nog gevierd op diverse podia. Ik zat naar je tourschema te kijken. Dat is best wel pittig. Ja. In een goede zin, hè? Ja, in de goede zin. Ja, zeker. Ja, ik begin ermee dat ik morgen even leuk in het vliegtuig naar Japan ga. Want ik heb nog wat Azië-shows met Nightwish. En dan kom ik volgende maand terug in april dan met Nederlandse shows... die gewoon allemaal uitverkocht zijn. Ja, ik wou zeggen, ik kan wel gaan promoten, maar dat heeft natuurlijk ook geen zin. Maar in Duitsland, Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, nog meer Duitsland natuurlijk. Ja. En uiteindelijk, dit vind ik heel tof. Daar is nog wel een plek trouwens. Je gaat ook Caprera doen. Ja, klopt. Openluchttheater in Bloemendaal. Ja, ja. Daar kan er wel mee. En een grote apotheose, waarschijnlijk met een kinderwagen erbij. Avonds live in december. Dat gaat het waarschijnlijk zijn, ja. Nou, dan hebben we jouw jaar even gehad. Dan gaan we het over de muziek hebben. Want je noemde al even corona. Heel veel, alle artiesten eigenlijk, schrijvende artiesten, hebben daarin ook geschreven. Dan krijg je soms misschien iets anders. Is dat in dit album bij jou ook zo? Ja, wel. Ja, zelfs de eerste single die ik vorig jaar uitbracht, die ging er al over. Die is echt, dat was fire. Er zijn wel meerdere nummers. Daydream bijvoorbeeld, waar het in terugkomt. Ja. Het is heel moeilijk om je niet te laten inspireren als het zo'n enorme impact maakt. En natuurlijk niet alleen op jou, maar op zoveel mensen om je heen. Het is misschien een gekoud thema inmiddels, maar voor mij niet. Want het was ook mijn beleving die ik ook net zo hard als alle anderen neer op willen schrijven, mee willen nemen. Maar ik vind het echt daardoor eigenlijk nog interessanter om te kijken hoe iedereen... Je hebt mensen, artiesten die heel erg in zichzelf gaan en het heel persoonlijk houden. Ja. Of juist waar je de frustratie hoort van, laat me jou uit. Laat me eruit, mag ik weer. Dat komt ook. Ja. Hey, even een paar nummertjes van het nieuwe album. Als ik dit laat horen... Ja, zo'n stadion opbouwen heeft het ook, hè? Het begint heel klein en opeens flap. Ja. Ja, misschien is het wel ook wel zou leuk zijn. We beginnen met clubshows in Nederland en dan stadion. Ja, precies. Ja, en ik vind het ook leuk bij het nummer Storm. Vind ik ook wel, het lijkt wel alsof dat je wacht tot een EDM-producer zich gaat melden. Want er kan echt een... Die remix staat gewoon klaar al bijna. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik geloof het niet helemaal. Oeh. Ja, Nathan zegt ook wel... Ja, en hoop is dan weer heel klein en kwetsbaar. Dus het zit behoorlijk variatie in. Dat klopt, ja. En als het goed is, goede liedjes kun je op allerlei manieren spelen. Dus in een mooie remix, waarom niet? Meld u. Ik zat al, bijzondere clashes van stijlen, maar... Ja, en toch eigenlijk, mijn clash... zeldzaam eigenlijk, want dat is het gave. Tenminste, ik vind, om maar met Henk Poort woorden te spreken... goede muziek is goede muziek. Ja. Hij zegt het wel wat minder harde, zachte
80G natuurlijk. Goede muziek is goede muziek. En daar kun je eigenlijk alles mee. Ja. En dat mag helemaal genre- en grensoverschrijdend zijn. Maar in deze plaat wil ik vooral bij mezelf blijven. Iets maken wat helemaal Floor Jansen is. Ja. En wat is dan Floor Jansen als het niet metal is? Dat was de zoektocht van deze plaat. En een beetje diversiteit. Ja, dat vind ik wel lekker. Ook wat vocaal kan. Dat ik me lekker los kan laten. Bereik is enorm. Dus het lijkt me ook wel lekker om het op een andere manier dan aan te pakken. Ja, toch? Zeker weten. Ja, het is leuk om daarmee te spelen. En wat past wel en wat past niet. Dat je iets goed kan, wil niet zeggen dat je het altijd maar in moet zetten. Dus het moet vooral in dienst van het liedje staan. Maar natuurlijk wil je iets uit je stem halen wat typisch is voor mij, speciaal is voor mij. En nou, dit album heeft het allemaal in die zin. Super. Nou, hij gaat bijna los, het album. Dan de single, die kunnen we al draaien. Yes. Voor het eerst, geloof ik. Primer. Spanning. Mai Perken, Floor Jansen, dank je wel. Geniet van de komende periode en van alles wat er gaat komen. Dank je wel. Ik vond het leuk. Ik blijf even plakken, mag dat? Lekker doen. Lekker doen.